Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van dit. Wat is er van, met mijn scherm gebeurd? Welcom. Oh, jij hebt waarschijnlijk weer zo'n momentje, dat is met je scherm. Dit gebeurd. Is raar. Nou, nee. Gek. Dit is niet normaal meer. Oh, het is weg! Wat? Eén knopje en het is meteen weg, het is magie. Oh ja, ik mag in a while is ook dood natuurlijk. Freak. Ja, ik zat dus ook trouwens te twijfelen of ik hem crunch aan moest leren in plaats van assurance. Want assurance doet dus dubbel als ik geattacked word. Ik heb het uiteindelijk wel crunch gedaan. Crunch is wel zoveel beter. En dat kan mijn defense ook verlagen, hè? Ja, klopt. Crunch. Daarom heb ik het ook eigenlijk gedaan. Mm-hmm. Maar ja, hè? Niet dat het uitmaakt. Nee, dat klopt. Ik mocht altijd zijn. Ja, voor de mensen die willen weten waar het over gaat, kijk vooral de vorige aflevering als je dan niet gedaan hebt. Ja, lekker, lekker die spoilers, heerlijk. I'm loving it, man, I'm dancing it. I'm McDonald's singing. Wat is dit nou weer voor lelijke route? Oh, hier heb ik mijn Shelmet ooit shiny gekregen. Ja, legit? Ja, dit was met jou. Nice. Was het niet met jou? Oh ja, dat was jawel, met mij. Dat was de eerste keer dat je die game speelde. Ja. Ja, dat klopt. Oh, ik ben nu al fucked. Ik heb Team Plasma Grunt trouwens. Dat wist ik niet. Maar ik heb hier al mijn encounter, dus ja. Ik kon gewoon doorlopen in principe. Uh-huh. Sowieso, het is pas als hij shiny is. Dus. Ja, weet ik, maar ik bedoel... Even voor de duidelijkheid van mensen. Sander heeft natuurlijk een aantal... Pokémon's erbij gekregen vorige tussen de afleveringen in, zeg maar. Hij is dus ook zijn token, heeft hij allemaal gebruikt. Dus nu is het in ieder geval alles wat hij tegenkomt, daar moet hij zijn best voor doen om te vangen. Jij hebt toch nog een Linoon, of zit Linoon wel in je team? Ja, Linoon zit in mijn team. Okay. Aftermath, kut Trubbish. Nee, sorry, ik zal niet zo gemeen doen tegen Trubbish. De letterlijke afval Pokémon, daar zal ik niet gemeen tegen doen. Nee, tuurlijk niet. Dat is sneu. Maar hij kan er ook niks aan doen, hè, dat hij afval is. Hij kan er ook niks aan doen. Wat een lul, twee keer Toxel sparren. Nee hoor, tuurlijk niet. Wacht, ik kan Rapid Spin, dan gaan die... Dan gaan al die Toxen toch weg. Ja. Oké, okay, note to self, Mian heeft Rapid Spin. Crunch, auw. Dat vind ik eng. Nou, niet dat Zigzagoon mij iets boeit, maar... Ah, oh, ik ben gepoisoned, dat is een beetje jammer. Kijk, gevuld met mijn tranen, ik zei het toch. Gevuld met je tranen. Ja, dat ging over dat glas nog. Ja. De mensen die hebben misschien de vorige aflevering een hele tijd geleden gezien, hè? Oh ja. Daar rekening mee houden. De vorige keer zei ik, als ik de game verlies, dan ga ik dit glas... Ga ik drinken vol met mijn tranen. Nou, hier, you seen it here first. Weer Confuse Ray, wat is op? Oh, de spoor. Of zo. Hè? Wat deed hij? Oh, wacht. Volgens mij had ik... Of was het alleen voor potions? Antidote, ja. Dat is alleen voor poison en zo. Best wel wat. Nou, krijg de tyfus. Wacht, jij was confused, hè? Volgens mij is het dan spoor of zo. Oh, hij is toch dark? Nee, hij is niet dark. Hij is gewoon normal. Weer confused, Ray. Rot nou is op. Rot nou is opping. Dan switch oh, hey, als ik nu mezelf zit, hè? Dan word ik echt woest. Je wordt woest. Dat woest genoeg. Doe nou niet. Klote Pokémon. Super Fang is altijd de helft, toch? Ja. Ja, dat kan. Dit vertrouw ik niet. Dude, deze guy is echt kut. Iedereen die ik wil dat die... Iedereen wordt of geconfused of gehypnosed. Dat wil ik niet.
Ik vind die Tengla wel echt cool trouwens. Ja, die Tengla is ook cool. Heel blij dat ik die heb gehad. Ah, Super Fang. Ik weet nu niet wat zijn crunch doet, zeg maar. Maar volgens mij had hij juist een hoog... Ja, hij heeft een hoge defense. Dus op zich... Deze guy heeft geen special attack. Denk ik. Hoop ik. En anders, dan ben ik fucked. Ah, is een cool spear. Ah, Confuse Ray, nee! Oh, nou eens op met die toch Confuse wel. Ray de hele tijd. Dat doet hij echt de hele tijd bij elke Pokémon die aanvalt. Yep. En bij elke Pokémon... hebben ze de, net als de gymleaders alle Team Plasma mannetjes ook betere AI gegeven, zeg maar. Ja, maar ik bedoel, elke Pokémon die ik gewoon even inzet, zeg maar, die wordt geasleept en de rest wordt gewoon allemaal geconfused. Ik word hier salty van. Ik was al salty, want ik mocht salty zijn. Je lijkt wel zo'n zee. Zo salty ben je. Hier, nu doet hij weer hypnosis. Oh, een lul. Als hij nou bij die andere even een keer hypnosis doet en dan mist. Maar nee. Dat doet hij maar niet. Nee. Fucking bitch. Oh, oh. Ja, en nu kan ik Tailee niet zo makkelijk meer inzetten. Dan Tarouaka. Maar ja, die gaat hij weer natuurlijk... Eerst super vangen en dan confusionen. Ah, ik word hier nu al helemaal boos van. Crunch, ja, ik heb hem gaan, mijn jong. Nou, die is dood. Oh nee, dat valt mee. Oh, de fence fell. Ah, oh, fijn. Confuse Ray, waarom mag hij eerst? Oh, dat was iets te hard. Mijn. Ja, dat was iets te hard. Mijn bureau. Schudden. Frick. Oh jee. Frick, frick, frick. Hey, dit viel er namelijk. Nice. En van alle drie ook, hè? Precies de beste valt. Mijn kool is level 29. Nou, dat mag ook wel met deze cup battle. Cup plasma. Wie heeft dat ook verzonnen? Plasma grunts. Wordt het zo'n aflevering? Ik mag salty zijn. Ik ga ook nu alles gooien in het salty zijn. Want nu mag het nog. Nee? Oh. Sigalith. Iol, die is vies. Ik ben ervan overtuigd dat alle Team Plasma mannetjes ook max IV's hebben. Ik weet het zeker. Ik deed een stab, super effective flame charge op een fungus en hij was niet eens one hit kill. Oké, dat klinkt raar. Op een fungus? Ja. Nou, mijn... Ah, ze zijn wel heel lullig voor jou, Zander. Hoe bedoel je? Ze gaan je wel meteen pijn doen bij de volgende battle. Ja, ik heb Torment bedacht. Hé, hij doet Torment. Ja, niet dat het helpt. Hey, Plasma Grunt, dat hoef je niet bij hem te doen, want hey, dat helpt deze toch is, niet. Ah, deze is niet one hit KO, dat is jammer. Nee, want dat is een Krokorok. Ik had moeten wachten. Ja. Ik had moeten wachten, tuurlijk had ik moeten wachten. Maar ja, ik was weer ongeduldig. Ik moest direct mijn tactiek weer handhaven die ik bedacht had. Als ik nou gewoon eventjes had gewacht... Was niks aan de hand geweest. Hoe zat het ook weer met de regel? Waar ga je allemaal heen? Ik moet eventjes ergens naartoe. Wacht, ga je die stone halen? Ja. Maar volgens mij komen we op een gegeven moment toch bij Lumia. Nou, maakt me niet uit. Ik ga nu die stone halen, want jij zegt ze gaan lullig doen tegen jou. Dus dat betekent dat ze goede Pokémon hebben. Vind ik eng. Oké. Ik had gewoon op mijn fiets kunnen blijven. Oké. Nee, ik wil gewoon eventjes volgens mij... evolven, want Sheldon kan nu special defense, hij kan niks tanken. Dus ik moet even echt die stone hebben. Oké.
Hoezo evolueert Sandal trouwens ook zo laat? Wat is dat voor onzin? Weet je, als hij geëvolueerd was, had ik het dus gewoon kunnen tanken. Dat zag je maar weer bij Milan. Dat is fucking bullshit. Hoezo evolueert hij niet op level 28? Het is toch geen pseudo-legend? Kutje, 5. Kut Pokémon. Gaat gewoon op Sandal. Dat is het kutste Pokémon ooit. Nou, dat is echt niet waar. Dat is echt... Nu wel. Ik moet mijn agressie toch ergens kwijt, want ik mag maar één aflevering kwijt, toch? Ja, dat is wel. Als je je dan ook maar aan... Nee, dat doe ik niet. Wat? Werkt alles nog? Ja. Oké. Ja, mijn laptop dacht, hey, laat ik op standby gaan, dan vind je het leuk, toch? Nou, nee dus. Kom op. Cash Fear Town en dan moest ik hier. Huh? Oh, moet ik dan naar links? Naar rechts bedoel ik? What's the difference? De richting is de difference trouwens. Tussen links en rechts. Maat. Ja, leuk man. Oké, dat was Pachirisu. Cool. Die heb je zeker shiny ook ergens in een game? Ja, oh ja. Die heb je in Legends Arceus zeker. Of niet? Nee, daar heb ik erin gefilled. Oh. Oh ja, wacht. Ik schrok eventjes van het feit dat hoe Chikorita er zeg maar uitziet met de ogen. Magnapool. Freaking Magnapool, man. Oh. Hey, ken je Murphy's regel? Murphy's Law? Ja. Ja. Iets met attract. Alles wat tegen kan gaan, als één ding tegen gezeten heeft, zit altijd tegen. Of zo, iets. Waar zit die stone shop? Nee. Dat weet ik niet, maar wat je kan doen, Sandering, even terug. Als je ergens een taxi aanspreekt, die daar ergens rond... ja, die staat stil hoor, maar die in de buitenste cirkel is. Hier, die taxi daar. Die blauwe. Ja. Oh, daar gaan gele. Oh, moet ik per se... Daar mee praat. Ga van die fiets af. Hoezo? En er staat een merk aan de andere kant. En dan moet je de Stone Emporium hebben. Oh, dat kan dus blijkbaar nog niet. Dan moet je eventjes googlen, dan weet ik het niet. Oh, ze zijn... Ah, kan ik zeker niet. Heeft Jordi... Jawel, oh, volgens Jordi... Kan je meteen al naar de Stone Emporium? Stone Vaporeon. Ik zal ze even zoeken. Stone Vaporeon. Stone Vaporeon. Dat is niet hoe dat werkt, maar zo. Dat klonk exact hetzelfde. Stone Empoleon krijg ik nu. Mega Stone? Nee. Ik wil gewoon Evolution Stone. Nee. Stone, hoe schrijf je dat überhaupt dan? Emporium. Oh, Emporium. Oh, van Imperium natuurlijk. Ja, ik geloof het. Pokémon Ei, die spelen we toevallig niet. Maar wel bijna. Ja, met Harmon erbij. Stone Emporium, hier staat die. Ja! Daar heb ik veel aan. Ik weet dat ik daar... Oh, daar kun je trouwens ook alleen maar... Fire, grass en water. Maar je moet er water hebben, dus dat komt goed uit. Ja, maar ik wil weten, hoe kom ik bij de stone, man? Stone. Gym, ja, daar heb ik allemaal niks aan. South Boulevard... Is dat van die Boulevard of Broken Dreams toevallig?
Bij jou wel, ja. Hé, hey, wie heeft dat veroorzaakt, hè? Wie heeft dat veroorzaakt? Dat wil ik wel eventjes... Jordi met zijn slechte strategieën. Dit was mijn strategie. Waar is de Vernal Venue? Vernal Venue? Ja, weet ik veel. Geef even een plaatje waar dat is. In plaats van een plaatje van jou in de straat. Vernal Venue. Avenue bedoel ik. Bijna hetzelfde. Ja. Oh, ik ben een Pokémon kwijt. Wauw. Ook nog eens Breaksen. Okay. Kut Lucario. Oh, nu krijg ik Lucario, Australische ding. Lucario, de tyfus krijging. Ik wil gewoon... Sorry dat mijn gameplay zo saai is, maar... Southern Street. Southern Street. Laat me even... Ja, dat lukt niet. Denk ik hoor. Ik denk dat het nog niet kan. Hier, want deze guy zegt, ah, er is een blackout, we kunnen niet. Dus Jordi heeft me ook nog eens genaaid ook. Wat een lul. Dus ook die Firestone kon niet, oh jawel, die kon wel trouwens. Bedenk me net. Kan ook. Nou, dat was exact degene. Ben ik nu helemaal voor niks hier naartoe gegaan en heb ik nu een uur aan gameplay verneukt? Ja, dan moet je daarvoor moet je bij Jordi zijn. Kan ik ergens anders schouder Waterstone krijgen? Waterstone Pokémon. Ai. Waterstone. Can be found in Route 8? Wait. Wacht, heb ik dan niet gewoon een Waterstone? Wacht even. Dat zou zo grappig zijn. Leafstone heb ik. Oké, Route 8. Dat is wel heel je lief. Moet toch naartoe om straks terug te gaan, dus dat maakt niet uit. Ja, oké, ik snap hoe deze route werkt. Connect in cave. Ja, daar heb ik strength nodig. Oh ja, maar die mag. Dat kan wel. Hebben die al strength? Ja, als goed is wel. Dan doe ik hem aan Sixagon. Die mag je niet gebruiken in cage matches, maar wel in. Ja, mag je die ook in Nuzlocke gebruiken eigenlijk? Ja hoor, dat doe ik ook. Oké. Oeh, strength is ook oprecht goed, joh. In, ik dacht altijd dat alle HM's ja, goed waren. Maar... Strength en Surf zijn alleen gewoon goed hoor. En Waterval kan ook goed zijn. Ja, Waterval is vooral goed op... hoe heet die guy? Feraligatr. Omdat het natuurlijk een van de weinige physical attackers is. Ja, precies. Route 5. Nou, dan moet ik eerst eventjes naar Route 8. Oeh, wat heeft Nagini voor een item meegenomen? Dat is mooi. Even kijken wat het is. Wie? Oh, Nagini. Ah, ja, die. Trouwens, dat over Simisier was niet terecht, bedenk me net. Want die kon ik ja krijgen bij de dinges. Ik zei zo net volgens mij dat Simisier dan ook nog niet had kunnen evolven, maar dat had ik wel. Jawel, ja, in die cave. Want daar had ja, nou niet in die cave, maar in die route met die steentjes. Oh. Oh ja. Waar ik mijn Sandal zeg maar heb gevangen, die nu dood is. Mag nog. Voor duidelijkheid, mag nog. Oh, trouwens jongens. Het mag nog, hè? Mag nog. Ik ben nu alweer kwijt. Hoe kwam ik daar? Hè? Hoe kwamen we daar echt direct op uit? Yep.
Oh, hier is het. Ja, oké. Okay. Een chancy. Get the chancy. Get every chancy you can. Ah. Ja. Jammer dat ik de grap echt drie keer moest maken voordat ik hem echt gemaakt had. Maar voor de rest wel leuk. Voor de rest wel leuk. Nee, nee. Hartstikke leuk. Very good, very nice. Very gooding, very nice-ing. Denk maar, als je denkt aan icing on the cake, zeg maar, alleen dan met een N. Zo moet je... Zo is dat makkelijk te onthouden, zeg maar. Zo, nice. Nice-ing. Oeh, route 11, daar mogen we een nieuwe Pokémon vangen. Ik nog niet. Hey, nice. Ik ben benieuwd hoe die eruit ziet. Zou die oranje zijn en dat de colors geswapt zijn? Hoe doe je? Omdat normaal is Shellder oranje shiny en Cloyster die lichtblauwe kleur die er nu heeft. Oh. Als Cloyster nu oranje is, dan zou het een swap zijn. Ja, dat wist ik niet van Shellder. Oh, paars. Oké, okay, best wel nice. I like you. I like you like. De echte vraag is, zijn ze stats nu ook om aan te zien? Ze special defense is nog steeds niet om aan te zien. Nee, maar zijn defense wel. Ja, maar zijn defense was ook al hoog. En jij, volgens mij, als ik zo heel snel keek, heb jij niet zo heel veel physical attackers. Dus daar heb ik niet zoveel aan. Maar dat kan nog komen, ik raak ook Pokémon kwijt. Hè? Ja, maar zoveel nieuwe encounters mogen niet. Dus het wordt alleen minder verschil in keuze van de special attackers. Maar het wordt niet meer physical attackers, zeg maar. Dan. Ja. Het wordt tijd voor zijn shiny run. Zijn shiny oh, maar we deden al een shiny run. Toch? Ja, dat is waar. Totodile! Wow, zie die koffing. Holy is shiny? Shit. Die is vet, nee. Ik denk dat die fire type is. Ik hoop zo erg op die koffing. En zo niet op de dennen. Oh, ik hoop echt op de dennen, man. Ja. Dat, jij gunt mij dat ook niet. Nee, joh. En ik hoop trouwens ook niet op Pineco, want dat doet hij straks zelf dus druk. Oh ja. Oh, waarom ging ik helemaal terug? Een passerby wants to trade. Nee. Oh, misschien wel. Misschien heeft hij wel een goede guy voor. Nee. Nee, sorry. Sorry, passerby A. I love you and all, but ik ken je niet. Hoezo love I you? Ja, yeah, what the fuck, eh? Dat is niet waar. Wel even je mij binnen. Nee. Flauw grapje, fout grapje. Niet framen, boys, niet framen. Niet zeggen, ah, oh, Sander dit, Sander dat, Sander dit. Of Sander dat, natuurlijk, kan ook. Dat zeggen sommige mensen ook nog wel. Sander allebei. Kan ook nog een Luftdix vissen daar? Nee, want dit is route 8. Oh ja. Heb jij hier een Luftdix gevist? Nee, ik heb het niet gedaan, omdat ik geen Luftdix bouw. Wat ben je aan het doen? Die trainen ontwijken. Wow. Daar was ik tijdens het grinden ook bijna tegenin gelopen. Toen dacht ik, ah! Ja. Maar ik moet het doen met 5 Pokémon en jij kunt gewoon met 7. Met 7 ook? Ja, want je hebt toch een full team of 6 plus die guy die je straks krijgt. Ik heb dan 6, als ik die guy die ik Ja, maar ik krijg, heb ook nog Pokémon in de box, hè. Oh, ja, hij heeft... Oh, doe maar stoer. Doe maar stoer met z'n... Ik heb ook nog Pokémon in de box. Ja, maar mensen, ik ben wel goed. Ik heb wel Pokémon in de box. Zal ik een extra video uploaden waar je alleen maar mij ziet? En alleen maar mij hoort? Ik denk dat mensen daar best gelukkig mee zouden zijn. Nou. Zie, hij is echt aan het haten, deze man. Nee.
Hey, een shiny. Een de denne. Nee. Kijk, hij is wel cool. Die vind ik wel zielig. Maar wel chill, want dat is dus geen gevaar voor mij. Dus in dat opzicht wel chill. Aan de andere kant, ik vind het zielig voor. Thundershock, wel een sterke. Thundershocking. Ik denk dat ik de Denner wel in mijn team doe eventjes, omdat het gewoon even een type is die ik nog niet heb. Oké, dat mag. Sapzipper! Nou, rot op, gozer. Wat deed je? Absorb of zo? Mega Drain? Ja! Ja, dat is mijn enige super. Wees blij dat hij geen Liquid Ooze als ability heeft. Nee, oké. Hoi? Zag je dat op jouw scherm? Alles ging dichter, alles ging dichter bij elkaar staan opeens. Alles stond ineens op elkaar. Oh, dit gaat hurten. Ah, dat valt me nog mee. De fanscroll, doe dat maar. Waarom loop ik ook tegen... Is not very effective? Deze guy is dan geen harmony type. Nee? Nee, want het ding is not very effective still. Oh, dat is wel bijzonder. Heeft hij niet een of andere aanval gedaan of zo? Nee, want hij is not very effective, zeg maar. Dat, zeg maar, het maakt niet uit of je welke aanval je doet. In principe blijft het not very effective. Het kan wel een ability. Nee, maar ik bedoel misschien dat hij iets van een type change aanval doet. Nee. Zo. Nee. Ja, wat moet ik... Wacht. Ik heb een tactiek. Heb je gewoon een final whip of zo? Ik had zo erg die Sandal moeten bewaren voor later, sowieso. De rest was ik oké mee geweest. Als ik daarmee verloren had. Oh, sleep dinges werkt dan ook niet. Oh, dat had ik ook niet geweten, eerlijk is eerlijk. Al mijn strats die ik voor dit heb, gaan kapot. Kapaar. Niet zo doen. Dank je. Oh, ik doe helemaal niks. Ah, je weet goed wat je deed. Deze man. Oké, we gaan het anders doen. Hou nou om met die defense, girl. Zo. Hebben het kan flintje. Hoe deed hij eigenlijk paralyze? Wacht even. Dat was zijn eerste move. Dat was een body slam zeker. Is het niet een Zorua die gecamoufleerd is? Nee, want dan was dat zijn eerste Pokémon geweest. Dan had hij ook geen Sapzipper. Nee, want dan had hij Illusion. Mm-hmm. Zoals ze in het Engels zouden zeggen. Illusioning, haha, ik ben zo funny. Het gaat echt niet goed met je, hè? Ah, kut, is zo maar. Nee, dat krijg je als je mij verbiedt om salty te zijn voor de volgende paar afleveringen. Ja, dan doe je alles nu. Ja, dat probeer ik, maar je merkt het. Ja. Word helemaal crazy dan. Dus je moet me gewoon volgende aflevering eens altijd laten zijn. Nee, want dat is heel vermoeiend om naar te kijken. Vermoeiend of vermoeiend ding. Zie je, zo salty ben ik nou ook niet. Dat zou ik, als ik niet salty was, zou ik dat ook gezegd hebben. Oké, een beetje luck, okay. Please. 1. 2. 3. 3. Hoe kan het? Hoe kan het? Je requested een beetje leuk en dan krijg je ook een beetje leuk. Oh, hoe dan? Echt hoor. What are the chances? Oh, kut.
De volgende gym is zeker nou, heel dat snel. Dat was Nagini. Nee! Ja, dat was gewoon dom. Ja, dit was inderdaad ook dom. Nog een Pokémon trainer. Altijd maar bezig met zichzelf, hè. Maar ook dat van jou, wat gebeurde er eigenlijk? Ja, dat bedoel ik. Ik had ook kunnen zeggen, ook dat van jou was dom en dan zonder enige vorm van interesse tonen. Maar nee, meteen weer boos doen, zoals altijd. Meteen weer salty, hè, dat is altijd Milan. Ja, ik ben wel zoutig, hè. Ja, dat is wel weer de wet. Oké. Nee, maar wat gebeurde er? Sigalith deed Whirlwind en daardoor kwam Sviper naar buiten. En toen dacht ik, oh nice, kan ik bite doen, is het klaar. Hij was eerder op Psybeam, one hit kill. Oh ja, tuurlijk. Ik dacht, doordat je zei hij kan bite doen, dacht mijn brein, huh, maar dat werkt toch niet op een dark type. Maar jongens, Sviper is een poison type. Dat klopt. Hoezo is Apom trouwens geen fighting type? Ik vind Apom best wel een fighting type. Maar in ieder geval Ambipom. Nee, Ambipom is toch ook gewoon normaal? Nee, maar... Oh, zo. Ik bedoel van... Dat die in ieder geval een fighting type zou moeten zijn. Weet je wat dan ook leuk was? Dan had Lick wel gewerkt. Want dat is hoe dat werkt. Ja, dat werkt. Dat werkt op... Ghost werkt wel op fighting, maar fighting werkt niet op Ghost. Dat is hoe dat werkt bij Ghost. Maar ik dacht van dat die fighting erbij was, dus normal fighting. Nee, gewoon single fighting. Helemaal in deze game, omdat deze game is vet. Dus dan verwacht je ook dat ze de Pokémon vet te maken. Maar nee. Ik neem Combi nog heel even mee zoals voor de... Koffing zou je ook verwachten dat hij al lang een fighting... Of een fire... variatie in ieder geval had gehad. Maar dat had hij ook niet. En hier doen ze het gewoon. Nee, dus dat zou je dan van Apom ook verwachten. Dat is waar. Zullen wij de aflevering beëindigen, Sander? Nee. Ja. Maar dan mag u niet salty zijn. Ja, hallo. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.